Afgelopen weekend gingen twee auto's in Nijmegen in vlammen op. Zondagavond brandde een auto in de wijk Meihorst totaal uit. In de nacht van zondag op maandag ging in de Topaarstraat een auto in rook op. Of er een verband tussen de twee branden bestaat, is vooralsnog niet bekend. In beide gevallen rukte de brandweer uit om de auto's te blussen. Volg ons online via Facebook @altijd_n1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @altijd_n1. Want Nijmegen is altijd N1.